Handhaving van de belasting over toegevoegde waarde, BTW, mag geen reden zijn voor prijsopdrijving. Dit zegt minister Reshma Kuldeep Singh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, met de toevoeging dat ondernemers zich moeten houden aan de wet en niet anders. BTW is een aangelegenheid van het ministerie van Financiën. Belasting doet de controle erop. Wij gaan ondersteunend zijn. Dus wij kijken uit naar het beleid van Financiën als het gaat om controle erop. Dus, en als wij op het veld calamiteiten ontdekken, dan geven we het door aan de belastingen. Als we het goed berekenen, dan moeten we zeggen van er was omzetbelasting. We hebben de omzetbelasting vervangen met BTW. Omzetbelasting was 12%, BTW is 10%. Dus in feite kan er geen enkele prijsopdrijving zijn als men dat goed controleert. En in feite zouden de producten goedkoper moeten zijn, want we hebben geen omzetbelasting meer. We hebben nu BTW. Maar laten we even goed, de wet is net weer goedgekeurd, de herzieningen. En laten we dat in goede de minister vindt dat de minister van Financiën ook de kans moet krijgen om de zaak goed te begeleiden. Ze merkt op dat in de praktijk wel anders blijkt wat betreft de verhoging van de benzine of de handhaving van BTW. De minister weet dat alles in prijs stijgt bij elke kleine verandering, maar zegt dat het ministerie strakke controle zal voeren op deze ontwikkelingen.